Hallo allemaal, ik ben de afgelopen weken twee keer door een klant gebeld, twee keer verschillende klanten, die melden dat er iets met hun zonnepaneel aan de hand was. Verdenking dat een paneel defect zou zijn. Nou, nog nooit eerder meegemaakt, maar alles moet een keer gebeuren, dus daar gaan we op onderzoek uit. En ik laat je eens even zien hoe je dat zou kunnen doen. De eerste klant die mij belde, die had een SolarEdge installatie. Die heeft hij zelf gelegd, die is er ons helemaal gekeurd en vervolgens ook aangesloten, omvormer ingeregeld en op de portal bekendgemaakt. En hij had zelf gezien in zijn app dat een van de panelen onderperformde ten opzichte van de rest. Er zit geen schaduw verder, geen bijzonderheden die van invloed kunnen zijn. Dit is wat hij mij meldde en je ziet het hier ook duidelijk in zijn app. Zie je duidelijk dat een van die panelen minder presteert dan de andere panelen. Nou, het mooie is dat als installateur kan ik dieper inzoomen op de SolarEdge installatie. En als we dat doen en we brengen in dit geval van alle panelen de spanning in beeld. Dan zien we heel duidelijk dat er één paneel dat performt anders dan de rest van de panelen opgeteld. En het ene paneel, dat is nummer 19. En dat correspondeert met het nummer wat je net hier ook al zag staan. Hier zie je bovenaan nummer 19. Dus met SolarEdge is het vrij gemakkelijk om te constateren of alle panelen het goed doen. En als je dan een niveautje dieper gaat, dan kom je heel snel wel tot de conclusie dat er ergens iets mis is. Maar wat als je nou geen SolarEdge hebt en je hebt gewoon een stringomvormer? Hoe kun je dan eventueel meten of al jouw panelen het nog goed doen? Dat ga ik je laten zien. Die andere klant die mij belde, die heeft geen SolarEdge, maar die heeft een stringomvormer. Of eigenlijk, het is een MPPT-lader die wij samen met de thuisbatterij hebben gebouwd. Ook hier geldt dat de panelen door de klant zelf zorgvuldig zijn gelegd en door ons zijn gecontroleerd. Maar al bij het leggen belde de klant mij en zei, joh, ik meet een spanningsverschil. We hebben het over 24 panelen totaal, verdeeld in 4 strings van elk 6 panelen. En ik meet op een van de 4 strings meet ik een andere open spanning dan de andere strings. En je ziet het hier, de ene string geeft een spanning af van 205 volt, terwijl de andere 270 volt spanning afgeeft. Een verschil van 12 volt. Nou, ik heb op dat moment gezegd, joh, laten we ook eventjes kijken hoe het onder belasting is op het moment dat de panelen energie gaan leveren. Dan gaan we het opnieuw meten en dan kunnen we misschien wat beter zien wat er aan de hand is. Het eerste wat je altijd moet doen als je zelf op onderzoek uitgaat of jouw panelen nog goed werken of niet, dat is de specificaties van het zonnepaneel erbij pakken. Ga op zoek naar de datasheet van de fabrikant en zoek daar het type nummer in van jouw paneel. Ik heb dat hier voor je op het scherm getoverd. En als we een klein beetje verder inzoomen op die tabel met de elektrische parameters, want daar zit namelijk de informatie in verborgen die we nodig hebben, dan zoomen we even in op de allereerste open circuit voltage. Dus dat is de spanning die de klant meet als hij een multimeter op de connectoren van de string zet. En de klant die had een verschil van 12 volt gemeten en een open klemspanning van 221 volt. Een open klemspanning van 217 volt. Als we het berekenen, dan is de spanning 36,98 volt per paneel. Dus keer 6, dan komen we op 221 volt uit. Maar dat is afhankelijk van de temperatuur en de omstandigheden daar ter plekke in het veld. Als je het heel exact wil rekenen, je kunt hier met de temperatuurcoëfficiënten rekenen. Maar er zit altijd een klein verschil in tussen wat je werkelijk meet en wat de open circuit voltage is van dat betreffende paneel. Maar dit geeft al wel een bepaalde indicatie. En het verschil van 12 volt, dat duidt er eigenlijk op dat, laten we zeggen, een derde van een paneel het niet doet. Heel typisch, een derde deel van een paneel wat het niet doet. Als we de panelen vervolgens in werking zetten, dan kunnen we ook vanaf de MPPT-lader zelf het een en ander gaan meten. Dus we gaan nu zelf op de omvormer gaan we iets meten. De Victron-laders die geven mij de mogelijkheid om per string de spanning te meten. En je ziet hier precies eenzelfde soort verschil. Op de strings 3 en 4 meten we een spanning van 185,84 volt.
En op de string 1 en 2 meten we een spanning op hetzelfde moment van 171,9 volt. Nogmaals, panelen liggen in dezelfde oriëntatie, onder dezelfde hoek, dezelfde pallet bij wijze van spreken, maar toch zit er een verschil in. Onthoud nu eventjes die 185,8 volt. Dat is een belangrijk vergelijkingsgetal wat we nodig hebben om onze diagnose te stellen of er inderdaad in die string van 171 volt een fout zit. 185,8 volt. We gaan nog eens dieper kijken in de specificaties van dat paneel. En nu kijken we naar de spanning die het paneel afgeeft op het moment dat hij zijn maximale vermogen levert. En dan zien we dat voor dat paneel dat 30,84 volt is. Dus één paneel levert onder de zon en met een powertracker erop 30,84 volt. En als we dat weer keer 6 doen, dan komen we, ja je raadt het al, op een voltage van 185,04 volt uit. Nou, dat is bijna gelijk aan wat wij gemeten hebben. Dus we meten 185 en het is ook berekend 185. Maar die ene string, die doet daar dus niet in mee. Die ene string, die geeft minder spanning af. En nou komt het moeilijke. Hoe komen we erachter welk paneel in een seriële string defect is? Nou, de specialisten, ik heb hem ook liggen, die pakken daar dan een infraroodcamera voor. En die gaan echt met het infraroodbeeld gaan ze op de panelen kijken of ze kunnen detecteren welk paneel er stuk is. Maar als je geen infraroodcamera hebt, of het dak is te hoog, of je kan er moeilijk bij, je kan moeilijk met je camera een overzicht krijgen van dat dak, dan is er misschien nog een andere manier. Let op. De klant stuurde mij een foto. En dit is een foto, die moet je nemen in de vroege ochtend. In de vroege ochtend als er condens op je panelen zit. En als je al goed kijkt, dan kun je het misschien al zien. Je ziet dat dit paneel hier, dat ziet er afwijkend uit. Dit is niet altijd het geval, maar dit kan wel een indicatie zijn voor je. Als we inzoomen op dat paneel, dan zien we het nog veel beter. En dan zien we hier dat een derde deel van het paneel heeft geen condensatiedruppels. Er zit waarschijnlijk een soort van sluiting in het paneel, waardoor het paneel warm wordt en er dus gewoon geen condens optreedt. Dus heb je een defect paneel en je hebt een seriële stringomvormer, dan is dit misschien een manier om samen met die specificaties die je dan hebt uitgerekend en misschien hebt gemeten, om te constateren of er een defect is in je panelen en zo ja, welk paneel dan eventueel defect is. Nou, ik vond het leuk om dit eens even met je te delen. Veel plezier ermee. Hoi!